Dames en heren, welkom. Ik open deze extra raadsvergadering en we hebben de jaarrekening 2015 te behandelen. Voordat we daartoe overgaan heb ik een aantal berichten van verhinderingen gekregen. Hans Ellebroek, gemeentebelangen, is er niet. Luc Nijkamp, ChristenUnie en Rietje Lasje, ChristenUnie. En dat is allemaal gewoon omdat dit een onverwachte vergadering was, buiten de normale planning. En voor de rest zijn we compleet, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. We hebben geen aanmeldingen voor spreekrecht burgers. Er zijn geen vragen ingediend voor de vragenronde. En ik zou de agenda willen vaststellen. En dit is hem. Als u het goed vindt. Vindt u het goed? Dan is hij vastgesteld. Dan kom ik bij agenda punt 5. Jaarrekening 2015. U heeft al uitgebreid daarover gesproken in de raadscommissie van 17 mei. Daar is de jaarrekening opnieuw besproken. En daar waren ook de accountants bij aanwezig. U heeft in de raadsvergadering van 30 mei al de nodige besluiten genomen over de toekenning van het rekenresultaat. Dat op dat moment vaststond. Ik haal ze even weer terug, die getallen. Van het totaal van 712.000 euro. Reeds bestemd, 16.000 budgetoverheving naar 2016 en 496.799 is naar de algemene reserve vrij besteedbaar toegevoegd. Maar we konden de jaarrekening niet vaststellen, omdat de jaarrekening van de SVB, Sociale Verzekeringsbank, en van de BVO nog niet bekend waren. Nou, en dat laatste is weer relevant vanwege de zorg-NPO's. Over die twee is nu uitsluitsel. SVB en BVO. En eigenlijk denk ik, en misschien is het goed dat de wethouder de situatie dadelijk even toelicht, denk ik dat op dit moment alle relevante informatie bij ons op tafel ligt. Er is ook geen reden meer om aan te nemen dat die informatie nog zal wijzigen. Maar wat nog ontbreekt is de goedkeurende verklaring. Wethouder van Leeuwen, mag ik u het woord geven om kort de situatie toe te lichten? Nee, dat is lastig, want het moet opgenomen worden. U heeft geen geluid. Doet het geluid van anderen het? Ja, die doet het wel. Dus als de wethouder van Leeuwen even achter de microfoon van directeur Goeree stapt. En als u daar maar gewoon blijft zitten en wethouder van Martels van alle knopjes afblijft, dan hebben we een kleine kans. Ik denk dat dat. Nee, hij doet het niet op. Hij brandt, maar hij doet het niet. Er zijn meerdere wegen. Ja, hij doet het. Ik zit gelijk lager, want hier zit geen kussentje in, maar goed. Ja, voorzitter, dank u wel. Sorry voor deze onderbreking. Zoals bekend heeft de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, geen goedkeurende verklaring gekregen van de accountant. Dat heeft de BVO wel gekregen, die over de jeugdzorg gaat. Onze accountant heeft vorige week vrijdag beloofd dat, althans maar haar rol ook alweer als accountant. Nou, zij is de coördinerende accountant. Die heeft in communicatie met de heer Berends beloofd dat zij desnoods met koeriersdienst haar uiterste best gaat doen om ons de 15e te voorzien van de goedkeurende verklaring. Nou, daar gaan we ons uiterste best voor doen. We weten inmiddels, en dat mailtje heeft u gekregen, althans een samenvatting daarvan, dat de accountant, en dan moet ik het goed zeggen, geen reden ziet om niet een goedkeurende verklaring af te geven, omdat alles binnen de foutenmarge van die 3% valt die we hebben afgesproken. Nou, dat is de informatie, de stand van zaken die we op dit moment hebben. Nou, dat is hem.
Dus dat betekent dat voor zover er materieel, werkelijk materieel, iets te verzinnen valt, dat eigenlijk toe te wijzen is, zowel in het BVO als aan het ontbreken van een goedkeurende verklaring bij de SVB. Ja, daar kunt u de wethouder lang over gaan ondervragen als u daar behoefte aan heeft. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Klein-Koorkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had hier een vraag opgeschreven van wanneer verwacht accountant reviews afgerond te hebben. Want er staat in de mail die we tegen 17:30 vanavond gekregen hebben. Maar ja, daar hebt u al een stukje antwoord op gegeven. Alleen niet duidelijk of die inderdaad de 15 is afgerond. Een volgende vraag is over de nieuwe reserve decentralisaties. In uw voorstel staan twee bullets en even voor de duidelijkheid, het gaat over de laatste. Een bedrag van 344.975 storten in een nieuwe reserve race bestemd. De laatste zin daarin luidt, waaronder participatie, reïntegratie en trajecten voor vergunninghouders. Kunt u daar wat, of duidelijker, waaronder worden daar ook de autochtone mensen die in de WWB zitten bedoeld? En zijn het niet alleen de allochtonen? Zijn we waarschijnlijk voornemens om een amendement in te dienen? En is het raadzaam dat ik daar nu wat verduidelijking op geef? Ik denk dat voor de voorspoed van de vergadering dat prima is. Als je dat nu gewoon presenteert. Akkoord. Wij hebben in mei bij de behandeling van de jaarrekening 2013 980.000 euro... van het overschot gestort in die reserve decentralisaties. Even daarna bij de voorjaarsnota is daar 781.000 bijgekomen. Met terugwerkende kracht van 1 januari 2014 zou die ingaan. Toen is er vanuit de Raad het verzoek gekomen om spelregels vast te stellen voor deze pot, hoe de uitbetalingen en welke uitbetalingen daaruit mogen gaan. Die spelregels hebben we met elkaar vastgesteld, unaniem, in de raadsvergadering van 2014. In die spelregels staat heel duidelijk dat meevallers op het gebied van sociaal domein vloeien derhalve naar het saldo van de jaarrekening. Dus niet terug in die pot decentralisaties. Nou, zijn wij als raad een controlerende, onder andere hebben we een controlerende functie. Als een burger hier een verzoek neerlegt, dan beoordelen we die ook op zijn merites of die aan de voorwaarden voldoet. Dus dit voorstel om 396.203 terug te storten in die reserve is niet conform de afspraken die we gemaakt hebben. Daarmee willen wij dit bedrag niet uit het sociaal domein uithalen, want we stellen ook in het amendement, of we zoeken het college om met een voorstel te komen. Want eigenlijk hadden we dat voorstel moeten hebben, want de reserve decentralisatie is voor 2 jaar vastgesteld, dus die had al verlengd moeten worden. We zoeken eigenlijk om een voorstel in de loop van dit jaar om die reserve te verlengen en ook onderbouwd hoe groot of dat bedrag moet zijn wat u daarin wilt storten. Dat is even de uitleg van ons amendement. Mag ik het in beeld hebben, het amendement? We kijken alle twee erg serieus, meneer Klein-Koorkamp. Dan gaan we naar het amendement. Ondergetekende lid van de Raad van de gemeente Dalfsen enzovoort, overwegende dat de Raad heeft de reserve decentralisatie bij de behandeling van de jaarrekening 2013 en voorjaarsnota 2014 met terugwerkende kracht tot 1-1-2014 voor 2 jaar in het leven geroepen. Op 15-12-2014 heeft de Raad ook de spelregels van deze decentralisaties unaniem aangenomen. Daarin staat dat er in de reserve decentralisatie geen bedragen gestort mogen worden.
We verzoeken het college verder om dit jaar nog met een goed onderbouwd voorstel te komen om de looptijd van deze frictiepot te verlengen en welk bedrag het college hierin wil laten staan CQ bijstorten. Stelt de raad voor te besluiten. Besluitregel 1. Bedrag van 396.203 te storten in de reserve decentralisatie, zodat deze reserve gelijk is aan het oorspronkelijk beschikbare bedrag voor deze reserve, te schrappen en te vervangen door een bedrag van 396.203 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. De indiener Klein Koorkamp, gemeente Belangen. Oké, dank u wel. Het is goed, want dan kunnen alle andere fracties er onmiddellijk op reageren. En dat meenemen in hun betoog. Wethouder eerst graag. Even een verduidelijkende vraag, voorzitter, aan de heer Koelkamp. Als u even naar boven zou kunnen scrollen, want u verzoekt om een voorstel voor verlenging. Maar als ik goed reken, dan is het met terugwerkende kracht van 1-1-2014. Dus dan zou 2016 nog... Nee, 2014, 2015, 2000, ja, u heeft gelijk. Komt voor elkaar. Dat betekent dat u het amendement ondersteunt? Komt van elkaar, weet ik niet precies wat u daarmee bedoelt. Nou, als wij zeggen, als de raad heeft gesteld dat hij voor 2 jaar is en we hebben hem niet verlengd, dan zullen we even met een voorstel moeten komen om hem alsnog te verlengen. Dat lijkt mij een duidelijke conclusie. Oké, als dat zo is, dan is dat zo. Dat was uw reactie op dit amendement. Nou, dan ga ik naar de andere fracties toe. Wie mag ik? CDA, mevrouw Helmer. Dank u wel, voorzitter. We hebben het amendement ook doorgenomen. En materieel of textueel klopt die met de data's, daar zijn we het mee eens. Wij zitten wel even met die bedragen. Wij willen eigenlijk dat de bedragen blijven in het sociaal domein en dat er nu een mondeling abonnement komt om een nieuw voorstel voor verlenging te doen. En dat de bedragen gewoon in het sociaal domein blijven waar ze ook wegkomen. En niet nu eerst naar de algemene reserve vrij besteedbaar doen. U zegt prima dat er een nieuw voorstel komt om die reserve in stand te houden. Maar we willen wel dat dit geld behouden blijft voor het sociaal domein. En we willen dus niet als het ware voorlopig parkeren in de algemene reserve vrij besteedbaar. Oké. Dan moet ik dadelijk even kijken wat dat technisch betekent. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. In de eerste plaats sluit ik aan bij de vraag die gemeente Belangen ook al heeft gesteld. Of het college kan toelichten wat wordt bedoeld met het plan voor die besteding van die 344.975 euro. Voor een nieuwe reserve, daar zou een plan voor komen. En we vragen ons ook af of het nodig is apart de vergunninghouders en integratie daar te noemen. Dus je vraag is bijna hetzelfde, dus daar sluit ik aan. Ten aanzien van het tweede punt wat nu voor ligt, dat is het amendement, voel ik wel voor wat CDA zegt. Ja, laten we het eerst maar even binnen het sociaal domein parkeren en dan wachten op het voorstel van het college en dan kunnen we daarna verder. Oké, dank u wel. Ik kijk even naar meneer Wildfang, Partij van de Arbeid. Ja, we kunnen een ingewikkeld verhaal over aanhouden, maar volgens mij ga ik dan herhalen wat de heer Nijburg ook zei. Dus ik zeg gewoon, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dank u wel. Meneer Royakkers. Wij sluiten ons daar ook bij aan, voorzitter. Dan ga ik naar de heer Schiering. Idem. Dat gaat allemaal snel. Dan probeer ik goed te verstaan wat mevrouw Rameman gezegd heeft. Wethouder, en misschien wilt u daarop reageren. Instemming op dat punt, en daarna overigens ook de vraag beantwoorden die gesteld is. Maar instemming op het punt dat opnieuw dat besluit genomen zou moeten worden en gemotiveerd om een reserve te hebben. Daarmee eens. Maar gelijktijdig de vraag om het geld in ieder geval niet... om het geld te behouden voor het sociaal domein. Mag ik u vragen om te reageren?
Als ik snel tel, heeft dat voorstel een meerderheid. En, ja, ons oorspronkelijke voorstel was ook om het binnen dat sociaal domein te houden. Ik verzet me niet als het niet gebeurt, maar als het wel gebeurt, prima. Overigens dan de vraag, voor wie is het bedoeld, dat plan wat opgezet moet worden, dat is het hele scala. Dus dat, we hebben alleen extra ook even statushouders erbij genoemd om duidelijk te maken dat die niet uitgesloten zijn. Maar het is ook voor iedereen die in de bijstand zit, die moet reïntegreren of die weer arbeidsfit moet worden gemaakt. Dus het is het hele scala wat zich daarin bevindt, in beweegt. Collega von Martels die fluisterde mij nog in, ja, maar de decentralisaties zijn pas ingegaan 1 januari 2015 en die frictiepot is ingesteld voor 2 jaar voor een zachte landing. En dat betekent dat die, maar dat ga ik nazoeken, op dit moment nog steeds geldig zou zijn, namelijk 2015 en 2016. En dat het met terugwerkende kracht, dat geld erin is gestort, dat zou kunnen. Maar hij is ingesteld voor 2015, 2016. Dus dan, we gaan het nazoeken, maar dan zou er geen op dit moment verlenging plaats hoeven te vinden. Als, en waarom zou die geen gelijk hebben? Collega van Martels dat correct heeft. Blijft het binnen het sociale domein zoals mevrouw Rameman voorstelt, prima. Blijft het er niet binnen, dan kunnen wij daar ook mee leven. Ja, dat begrijp ik, maar ik zit gewoon met een beslissregel die ik goed moet krijgen. Eerst misschien meneer Klein-Koerkamp. De stelling van de wethouder is dat op dit moment, conform het eerder genomen besluit, uitgaande van een 2-jarige looptijd ten behoeve van een zachte landing, het raadsbesluit nog steeds effectief is. Dus het gold voor 2015 en 2016. U bent het daar niet mee eens? Daar is navraag naar gedaan. En naar aanleiding van de vraag van mevrouw Lasje op 1 december 2014, hoe lang of die frictiepot in het leven geroepen zou worden. En daar was toen het antwoord voor 2 jaar. Maar dat is 1 december 2014. Wij hebben in mei, juni daar al 1.700.000 en nog een paar cent ingestort. Dus en toen met terugwerkende kracht van 1 januari 2014. Daar staat ook ergens beschreven. Ik heb het zo niet bij de hand, maar dat heb ik wel gelezen. Dat is voor mij duidelijk dat eigenlijk op 1 januari 2016 is afgelopen. Wij zijn ook niet tegen verlenging van deze frictiepot, maar dan moet die wel goed onderbouwd zijn. En nogmaals, kom ik toch nog even terug. We hebben met elkaar de regels vastgesteld. Zullen geen bedragen ingestort worden, ook geen overschotten van het sociaal domein. Nu gebeurt dit wel. Nou, daar hebben we ook geen problemen mee, maar dan wel onderbouwd, wel met een nieuw voorstel waarin dit beschreven wordt. En als die frictiepot, er is in 2,5 jaar, 2 jaar moet ik eigenlijk zeggen, want het laatste half jaar kan ik niet beoordelen, is er nog geen 400.000 euro uitgegaan. Er zit nog 1.300.000 in. Er zijn nog de nodige dingen te verwachten. Jeugdzorg, participatiewet, dat is allemaal onzeker, dat begrijp ik. Maar dat kan verwoord worden in een nieuw voorstel. En wij moeten als raad regels controleren. En als wij regels die we zelf opstellen, even platweg gezegd, aan onze laars lappen, dan heb ik daar geen begrip voor. Meneer Royakkers, D66. Ik heb misschien een textueel voorstel, waardoor het met elkaar in overeenstemming gebracht wordt. Want, als je in uw formulering die u gebruikte, voorzitter, het woordje vooralsnog toevoegt, dan heb je in afwachting van het voorstel wat er komt voor een eventuele verlenging, dat je vooralsnog dit nog niet vrij laat vallen in de reserve algemene middelen. Dus door dat woordje vooralsnog geef je aan dat het waarschijnlijk dat het op termijn mogelijk wel kan gebeuren, maar afhankelijk van het voorstel. En dan is het geen definitief besluit. Ik begrijp wat u zegt. Ik zou ook anders kunnen redeneren. Ik doe dat gewoon volstrekt willekeurig.
En u zult het moeten overnemen als u de interessante gedachten vindt, en anders moet u hem verwerpen. Maar ik zou ook kunnen zeggen, want ik begrijp dat daar wel algemene overeenstemming over is, dat het goed is dat het college in september gewoon met een voorstel komt over wat te doen met de reservepot. Onafhankelijk van de vraag of die wel of niet afloopt. Want volgens mij komen we anders in een technische discussie, maar u bent het er met elkaar over eens dat het goed is om daar nog eens een keer naar te kijken. Dus misschien kan de wethouder dat toezeggen, dan hebben we dat probleem gehad, denk ik. Dat zeg ik bij deze toe. Ja, had u eigenlijk al gedaan. Dus daarmee, meneer Klein-Koerkamp, denk ik, hoeven we niet in die principiële discussie, want dan hebben we praktisch opgelost. Dan gaat het om de storting. En ik begrijp van de heer Klein-Koerkamp dat hij zegt, ik wil het geld ergens pas instorten als er een plan is. Als ik nu kijk naar het voorstel zoals dat oorspronkelijk geformuleerd is door het college, misschien mag dat even in beeld, vraag ik aan de plaatsvervangende griffier. Als ik daarnaar kijk, misschien vindt u me te plat hoor, maar dan zou je toch gewoon kunnen zeggen, het eerste aandachtstreepje, een bedrag van 396 laat ik vallen. En in de tweede voeg ik dat bedrag van 396 toe. En daar staat gewoon een nieuwe reserve, reeds bestemd, een sociaal domein, waarvoor het college een plan moet laten maken. Dan heb ik volgens mij alles gedaan wat iedereen wil. Ik heb het niet in de reservepot gestopt. En ik heb het ook niet weggezet in de reserve algemeen. Beschikbaar. En dan doe ik volgens mij wat u allemaal wilt. Ja, het is maar weer een vondst. Schat van de afzet. Het is overigens, als we kijken naar deze bedragen, mag je dat bijna wel zeggen. Goed, dat is een andere discussie, meneer Wildvang, die gaan we nu niet voeren. Voorzitter. Meneer Klein-Koerkamp. Dan voel ik vooralsnog het meest van wat de heer Rooijakkers zegt om het woordje vooralsnog, want dan houden we het wel gescheiden. Want de tweede frictiepot is een totaal nieuw fenomeen die op dit moment hier op tafel ligt. Dan kijk ik even naar de raad. Kunnen we daarmee leven als er staat volgens nog? U gooit het erin, maar u haalt het er ook elk willekeurig moment weer uit, hoor. In die reserve, vrij besteedbaar. Dat is namelijk, daarom heet hij ook vrij besteedbaar. Wethouder. U heeft er geen problemen mee. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Nou ja, dan blijft het zoals het hier staat. Maar dan staat er een bedrag te storten, vooralsnog te storten in de reserve decentralisatie. En daarmee is gewoon duidelijk dat dat nog een keer opnieuw overwogen moet worden. Ja, en vooralsnog, maar dan even de... Sorry dat ik u onderbreek, voorzitter. Maar dan zou ik daar bij willen voegen, wat ook in de laatste bullet staat. Het college een plan te laten maken voor bestedingen in het sociaal domein. Ja, meneer Klein-Koerkamp, maar dat is al toegezegd. Dus dat is echt een toezegging die staat keihard. Dus die hoeft niet, ja, die kunnen we toevoegen. Maar de wethouder heeft er toegezegd voor al het geld. Moet nu gewoon een plan komen. Oh, oké. Okay. En daar is ook de hele raad het over eens. Zullen we hem zo doen? Dit gaat iets te hard. Ja. Is hier sprake van een diep verlangen, denk ik. Maar. Ja, is dit een oplossing? Ik kijk even rond. Gegeven de toezegging dat voor die bestaande reserve, voor het eind van het jaar, een plan naar u komt over hoe met het geld om te gaan. Die toezegging is helder. Ja? Kijk gewoon even rond. Mag ik u dan naar de oordeelsvorm vragen? Dat heb ik al net gedaan, maar dat moet ik nog even expliciet doen. Mag ik hem zelfs in stemming brengen? Ja? Dan ga ik dat doen. Agenda punt 5, jaarrekening 2015 voorstellen. De definitieve jaarrekening 2015 vast te stellen en het rekeningresultaat van 1.253.977 vast te stellen. Gelet op de eerdere besluitvorming, waar reeds 512.799 van het rekeningresultaat is bestemd, het resterende deel van 741.178 uit het rekeningsresultaat als volgt te bestemmen. Een bedrag van 396.203 voor alsnog te storten in de reserve decentralisaties, zodat deze reserve gelijk is aan het oorspronkelijk beschikbare bedrag voor deze reserve. En ten tweede een bedrag van 344.975 te storten in een nieuwe reserve, reeds bestemd in het sociaal domein, en het college een plan te laten maken voor besteding in het sociaal domein, waaronder participatie, reïntegratie en trajecten voor vergunning. En trajecten, dus niet alleen, maar en trajecten van vergunninghouders. En ik breng in de stemming. Ik
Wie gaat er mee akkoord? Voorzitter, mag ik één kanttekening maken? Ja, meneer Nijberg. Wij willen akkoord gaan. We hebben alleen een opmerking gemaakt over de reserve grondexploitatie. Daar is een kritische opmerking over gemaakt en die willen we graag ook vasthouden. We waren daartegen om dat terug te storten. Oké, dank u wel. Stemverklaring. Dan probeer ik het nog een keer. Ik breng een bestemming. Akkoord, dat bent u allemaal. En dan is die met algemene stemmen aangenomen. Dan punt 6, en dat zijn de ingekomen stukken en mededelingen. Mag ik iemand van u daar het woord over geven? Dat mag, voorzitter. Meneer Uitslag, CDA. Op de agenda staat de verkenning regelgeving freeriders. Het college dank voor de update, maar we zien het niet als het ultieme antwoord van het college, want de ondernemingsvereniging Dalfsen heeft aangekondigd daar in september nog over te willen spreken en pas dan met de reacties te kunnen komen. Dus het is op dit moment wat te voorbarig wat ons betreft om dat daarmee als afgeraden te beschouwen. En we zien dan graag in september of de maanden daarna het weer terugkomen, zodat we daar in commissieverband alsnog over kunnen spreken, wat we daar zelf mee willen. Hè? Want als raad hebben we ook nog een mening. Dat is een vraag aan wethouder Agricola. Toezegging van de wethouder dat nadat ze een bericht hebben ontvangen van ondernemersvereniging Dalfsen, de raad daar apart over geïnformeerd zal worden. Anderen nog? Nee? Is daarmee agenda punt 6 ook afgehandeld? Volgens mij bij agenda punt 7, en dat is de sluiting, mag ik u allemaal danken voor uw extra terugkomen hier naartoe, voor deze vergadering. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand die naar gekeken heeft, gedacht heeft, waar gaat het over, maar het was toch heel belangrijk, want het is echt de afsluiting van een belangrijke periode. Het is ons in ieder geval gelukt om de jaarrekening vastgesteld te krijgen. Het lijkt er ook in alle opzichten op dat die goedkeurende verklaring tijdig bij de provincie terechtkomt. En dat is belangrijk. Ik vind het ook het moment om al die mensen die heel hard gewerkt hebben aan het tot stand brengen van dit document, iedere keer weer opnieuw, is dat een helse klus, om hen heel erg te bedanken. Ik wens u een fijn reces en ik hoop u heel huids terug te zien. En ik sluit daarmee de vergadering.